Ongeveer 3 jaar geleden kwam Honda uit met een trailer van een motorfiets waar ik eigenlijk direct verliefd op ben geworden. Waar ik gelijk mijn interesse door had. Het is een motor die ik gelijk schattig vond. Misschien kan je dat wel het beste zeggen. Misschien dat het nu al een beetje begint te dagen. Maar vanaf dat moment wist ik eigenlijk zeker dat ik deze motor zou willen hebben in de toekomst. En ik had eigenlijk gedacht dat het wat verder in de toekomst zou zijn. Maar nu had ik kennis deze motor. Moest er vanaf vanwege financiële redenen. Ik kon het betalen samen met mijn vriendin. En toen hebben wij besloten om samen deze motor te kopen. En dat is. Oké, top. Donderdag rond. Het is best wel een stap om dat te doen. Om met z'n tweeën een motor te kopen. En het is niet zomaar een Honda MSX 125. Het is een Honda MSX 125 waarbij de cilinderkop van veranderd is. Dus met een big bore kop van Finbro een 183 cc kop opgezet. Waardoor hij dus meer vermogen zou krijgen, zou moeten krijgen. En nou ja, dat voel je als je erop zit ook direct. Maar goed, dit is hem. De vorige eigenaar woont in Duiven. Daar ben ik naartoe geweest om naar deze motor te kijken. Je kan wel verliefd worden op een motortje, maar in het echt kan het toch altijd anders zijn dan je verwacht had. Maar zodra ik erop stapte voor de. Oeh, die bollen. Zodra ik erop stapte, gelijk een glimlach op mijn gezicht. En ik was eigenlijk gewoon direct verkocht. Maar nu ben ik gaan vloggen om dingen op te nemen, om iets vast te leggen. Vast te leggen waar ik mee bezig ben op dit moment. Maar bij het zogenoemde motorvlog horen natuurlijk meer standaard probleempjes. De standaard dingen waar andere vloggers tegenaan lopen. En dat is natuurlijk apparatuur waarmee je werkt. Tijdens de proefrit ben ik vergeten, heel stom, om een microfoon in mijn camera te doen. En bij de terugrit was mijn batterij of was mijn kaartje eigenlijk vol. Nou, dat zijn twee dingen die als vlogger wel vaker tegen zal komen. Ik heb dus wel van de proefrit beeldmateriaal. Ik heb ook van de terugrit nog een aantal dingetjes die ik interessant vond. Maar zoals nu heeft hij het dus een beetje zwaar gehad. En dan zie je dat hij stationair in toeren een stuk zachter gaat rijden. Of een stuk zachter gaat rijden. Nou ja. Dat was de rood, maar dat bedoel ik dus. Hij staat gewoon in zijn 1. En hij staat gewoon af. En toen stond ik stil. Als ik dit doe, voel en hoor je het blok klakken. Ook al was ik het niet van plan om dat in deze video te stoppen, ga ik dat toch doen. Want dat hoort er wel bij, ook problemen die je hebt. Maar dit zijn problemen die pas gekomen zijn nadat die andere cilinderkop erop gezet is. En dan moet ik toch echt een oplossing voor gaan vinden. Ik ben alleen bang dat dat weer wat extra geld gaat kosten. Nu begint de stationair alweer wat harder te lopen. En dan weet je eigenlijk dat het al een beetje over is. Maar ja, het is niet prettig dat het gebeurt. En helemaal niet als ik zo meteen mijn vriendin hierop naar laat rijden. Vanuit het westen naar Amstelveen. Oh ja, waar ik een tijdje terug over had, was de microfoon die niet ingesloten was, ingeplugd was. Maar ja, wat nu een hele vrolijke video moet worden, is een beetje gezeur of zorgen van mij. Maar ja, als je dat soort situaties tegenkomt, ja, dan moet je dat ook maar benoemen. Maar zoals nu rijdt hij echt weer als een zonnetje. Als het een aanhoudend probleem is, daar zal ik een andere video van maken, een speciale aparte video. Waarin ik het er nog over ga hebben en wat ik als oplossing ervoor ga doen. Nou, laat maar even genieten van het rijden. Als er nog iets speciaals gebeurt, komt er nog in de video. En anders zeg ik
Tot de volgende keer. Nou, daar voel ik hem dus weer dippen. En nu gaat hij weer een beetje klooien rond 1000 toeren. Kijk, en opeens slaat hij af. Ja, ik denk echt dat ik de oude cilinderkop erop terug ga zetten. Ik denk dat ik dat nu bij deze besluit. Ah, dit zuigt echt enorm. Hij wil niet meer. Nee. Heeft er geen zin meer in. Fuck. Oké, okay, nu proberen niet meer te stoppen voor ik thuis ben. Ik heb geen idee hoe het klinkt, maar van binnen ben ik echt aan het janken gewoon. Ik zal voor de grap het begin van de rit, als ik stilsta voor een stoplicht, hoe anders het klinkt. Ik weet niet in hoeverre mijn camera van mijn microfoon dat goed oppakt. En dat komt tot nu.